De krijgsraad doet op 31 augustus uitspraak in het 8 december strafproces tegen ex-president Desi Bouterse. Vandaag heeft de ex-legerleider het laatste woord gevoerd in deze spraakmakende verzetzaak. Advocaat van de nabestaanden Hugo Esset ging na de zitting in op vragen van journalisten over het verloop van de zaak. In termen van het strafproces, dus vandaag aan het eind zijn gekomen van de behandeling ter terechtzitting, waarvan alles wat gezegd is, zowel door de auditeur, militair als door de verdediging, nogmaals een herhaling van een herhaling van een herhaling was. Niets nieuws. En het enige waar we natuurlijk naar uitkeken was het laatste woord van de verdachte, waarin hij had aangekondigd, althans zijn verdediging, dat hij met onthullingen zou komen. Nou, ik moet u helaas teleurstellen. Niet één feit heeft hij kunnen noemen dat nieuw is en niet eerder door hem is aangegeven. Hij heeft ook eigenlijk niets anders gedaan dan verwezen naar zijn verklaring van januari, toen de verzetzaak is aangevangen en de krijgsraad hem toen gevraagd heeft waarom hij in verzet komt eigenlijk. Hij heeft toen een verklaring afgelegd en in feite heeft hij die verklaring herhaald. Bouterse constateerde tijdens het voeren van zijn laatste woord dat de krijgsraad in zijn optiek geen kennis heeft van militaire aangelegenheden. De ex-legerleider stelt dat de oordeelvorming van de vervolging hierbij in zijn nadeel is gekomen. De ex-bevelhebber wees ook op de rol die ex-kolonisator Nederland heeft gespeeld bij de gebeurtenissen rond 8 december 1982 en daarna. Wel, neem aan dat u al gehoord hebt dat de zitting verschoven is naar 31 augustus. Ja. Bent u content met hetgeen dat u heeft voorgelegd aan de krijgsraad? Oh jawel, meer als content. Blijft erbij, het gaat om een invasie van de kolonisator. Ja, natuurlijk. Het zou goed zijn om een aantal werken te raadplegen. Zeker de journalisten onder ons. Het is een keer de memoires van de minister van Buitenlandse van Amerika. Bouterse zegt dat hij de uitspraak van de rechter, welke op 31 augustus gedaan wordt, niet zo belangrijk vindt. De verdachte stelt dat hij zich eerder wil bekommeren om de toekomst van het land. Bouterse merkt op dat hij samen met Suriname wil strijden tegen ontbering. Dit in tegenstelling tot de huidige beleidmakers die volgens hem bondgenoot zijn met armoede.